op paas tot plezier. Dat is de hoofdprijs. Een dat is de hoofdprijs. Ja? Oh, wat is het koud? We zullen zien. Ja, een lotje, dan kun je nou prijs winnen. Ja. Van harte welkom heet naar ons Boksel Vooruit, deze Palmpaaszondag, zondag voor Pasen. Voor natuurlijk speciaal de kinderen, van harte welkom met jullie prachtige mooie versierde stokken. Ook nog is het wel geen lente weer, het is wel lente, maar het voelt niet zo hè, nee. Ja. Heel graag een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje zetten en dit jaar een paasbrood aanbieden. En dit jaar hebben we de Stichting Openbaar Jeugdcarnaval uitgenodigd. De knokkers die ieder jaar met carnaval, het jeugdcarnaval organiseren, zorgen dat er een jeugdprins en prinses en gevolg is. En daar onder andere onze muzikale begeleiding ook vandaan komt, de Jeugdhofkapel. Zou ik Alex hier op het podium mogen? Alex gaat het een en ander in het kort vertellen over Stichting Openbaar Jeugdcarnaval. Nou, niet zozeer over de stichting, want dat kan Geert beter. Ik ben voorzitter van de Knokkers. Jeugdcarnaval, daarboven zit de stichting, Stichting Openbaar Jeugdcarnaval. Daar is Geert voorzitter van. Wij doen een hele hoop in Bokstel, waaronder dus hier ook de begeleiding van de Palmpaastocht met de Jeugdhofkapel. Geweldig. Maar zoals jullie allemaal weten, doen wij ook de kwekpoel organiseren in de Dommel. De prinsenverkiezing in de Rots. En zetten we ons heel erg in voor de jeugd, de donzeentjes, zoals hier nou voor mij staan. Wij doen dat met heel veel plezier. Ja, ik hoop dat nog veel jaren te doen. En heel veel jeugd tegemoet te kunnen zien in onze mooie kwekpoel. Dankjewel. Mag ik inderdaad een hartelijk applaus. Mag jij het aan die mooie paas gaan aan Alex en Geert geven? Het is geweldig dat jullie hier allemaal zijn op deze toch nog wel enige frisse Palmpaaszondag. Maar ik merk dat de wind iets afneemt, dat het zonnetje erbij komt. En dat betekent dat het toch nog de lente eraan komt. In ieder geval de voorbodes van de lente. En de kinderen hebben allemaal de voorbodes van de lente ook meegenomen. In de vorm van een prachtige paastak. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. En de kou getrotseerd hebben. Samen met jullie vader, moeder, opa's en oma's om hier te zijn. Heel mooi.